Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we een lenteachtige look doen. Een beetje meer wat licht en een beetje meer kletsen. Dus ik begin eventjes met mijn gezicht. Want ik heb niet het idee dat ik heel veel risico op fallout heb vandaag. Ik ga niet bijzonder verbaasd zijn als ik dadelijk ook fallout from hell overal heb. Het begint natuurlijk al fantastisch met dat mijn BB cream naar me spuugt. Dit is trouwens de Bare Whitney van NYX. Alles wat ik gebruik zal ik weer onder het film... Ik weet niet waar ik heen wees. Onder het filmpje... in de omschrijving neerzetten. Maar dit is in ieder geval Bare Whitney van NYX. Die gewoon echt net... Ja, zo'n blemish als dit gaat hij niet helemaal verbergen. Maar hij geeft net eventjes... Weet je wel, your face, but better. En je voelt hem niet zitten. Ik vind het in ieder geval een heel fijn product. Met de plekken waar ik net even wat meer dekking wil... doe ik dat eventjes met een concealer in dezelfde kleur. Zo ijdel ben ik dan wel weer. En dan eventjes wat dichterbij en laten we het gezicht even met rust om eerst de ogen te gaan doen. Ik ga deze keer voor mijn kleurloze primer van NYX. Ik lanceerde net mijn kwast. Ik weet ook niet hoe het is de lens. En nu zit er een haar aan. De professional aan het werk. Oh, on that note, exciting news. Ik kan volgende zondag eindelijk weer als make-up artist aan de slag. Met de COVID-restricties, weet je wel, de contactberoepen mochten al wel weer, maar je zat dan met die bezoekersregel. Dus vandaar, weet je wel, dan was het gewoon een beetje lastig regelen, want weet je wel, wat mag niet. Lastig. Dus vandaar, ik heb gewoon serieus dus in maanden als make-up artist gewerkt. Over make-up gesproken, ik ga vandaag voor het Naked Ultraviolet Palette van Urban Decay. Gewoon een mooi palet met mooie paarsige kleurtjes en ik wil ook die paars lila achters gaan doen vandaag. Dus dan is het logisch dat je een palet pakt met paarse kleurtjes. Anyway, ik gebruik de kwast die bij het palet zat. Dat was trouwens de inspiratie voor deze look, even tussendoor. Het feit dat ik me in het vorige filmpje, in de vorige make-up tutorial, realiseerde... dat ik serieus deze kwast vaker gebruik dan het complete palet. En me realiseerde dat dat eigenlijk best tragisch is, want het is een heel fijn palet verder. Ik waardeerde het alleen niet genoeg. Dus ja, vandaar. Maar in ieder geval, de lichte lavendelkleur komt over het hele ooglid gewoon met de fluffy kant van de kwast. Zeker met een primer eronder is die dekkend genoeg om daar gewoon deze kwast zelf voor te kunnen gebruiken in plaats van een plattere kwast. Maar goed, ik ben in ieder geval heel blij dat het dus weer mag nu. Dat ik weer als make-up artist aan de slag kan. Niet zozeer alleen voor het geld, maar ook gewoon vooral de gezelligheid, weet je wel. Het is gewoon, ik vind het super leuk om make-up te doen op andere mensen. En het is ook gewoon bij... Die fotografen hadden super gezellig, weet je wel. Het is gewoon een leuke manier om je weekend te spenderen. Ik bedoel, het voelt voor mij dan meer eigenlijk als een uitje dan als werk. Dus vandaar, ik ben heel blij dat het weer mag. En eerlijk is eerlijk, momenteel de inkomsten, extra inkomsten van zowel make-up artist als YouTuber zijn ook meer dan welkom. Want ik heb een auto gekocht. Maak de buitenkant eventjes wat donkerder met een donkerdere kleur. Chockerend, ik weet het. In ieder geval, voor wie me al langer volgt en ook mijn vlogs kijkt. Als je me al niet volgt, klik alsjeblieft op de like button en op de subscribe button. Het zou me heel erg helpen. Maar in ieder geval, voor wie me dus al langer volgt, die weet dat ik recentelijk een nieuwe baan heb gevonden. Of tenminste, een nieuwe functie bij hetzelfde bedrijf. Point in case. En dat is in Utrecht en ik woon zelf in Rotterdam, dus daar kom je niet eventjes met de fiets en het OV om half zes 's ochtends moet ik er zijn, dus dan rijdt er nog niet bizar veel. Dus ja, met de auto, it is. En ja, weet je wel, echt super leuk. Maar goed, ik moest dus een eigen auto hebben, want de private lease die ik met mijn ouders deel, dan zit je echt met het aantal kilometer wat je ermee mag rijden en als je daar overheen gaat, betaal je de hoofdprijs. Plus, we merken gewoon hier in huis, het is wel, weet je, mijn ouders zijn het ook gewoon gewend natuurlijk om een auto tot hun beschikking te hebben. En qua boodschappen en alles, het is gewoon niet handig om dan, ja, weet je, als ik de hele dag de auto heb, hebben zij de hele dag geen auto. Het is niet handig, dus ik heb uiteindelijk een eigen auto gekocht. Ik was er dus al een tijdje naar op zoek en sparen. Eigenlijk had ik nog een maand langer willen sparen. Maar toen keek ik dus laatst als in, het is nu zondag, afgelopen vrijdag. Op de website van de garage waar mijn pa ook al sinds jaar en dag komt. Naar hun occasions. En daar stond hij dan. De perfecte auto. Diezelfde kleur komt met de kleinere kant van het kwastje ook onder de onderste wimpers aan de buitenkant. Maar goed, ik zag hem dus en ik keek naar mijn financiële planning en ik dacht. Dit gaat net. Dit gaat echt net.
Dus toen heb ik gereageerd. En de volgende ochtend werd ik dus al gebeld door de garagehouder. Van ja, die auto is inderdaad nog steeds beschikbaar. Wanneer wil je komen kijken? Dus, wauw, al die tijd op mijn microfoon al verkeerd gericht. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar was. Anyway. Dus ja, gelijk voor diezelfde middag een afspraak gemaakt. Dus, long story short, we zijn eerst op afspraak gaan shoppen bij de Intratuin waar ik nog een vleesetende plant heb gevonden. Wacht, laat ik eens kijken of ik hem kan laten zien, die vleesetende plant. Ja. Zie je zijn gigantische pitchers. Maar goed, de vleesetende plant, dus die had ik eerst gekocht. En daarna om 2:00 middags hadden we dus afspraak bij de garage. Dealer, hoe je het ook wil noemen. Als ik zeg dealer, dan klinkt het echt als drugsdealer, terwijl het een autodealer is. Ik weet niet waarom mijn associatie gelijk bij dealer bij drugs ligt en niet bij auto's. In ieder geval, we gingen daar dus heen en serieus proefritje gemaakt. Dus eventjes op de parkeerplaats van een naburige Hornbach. Eens eventjes goed het display bekeken en alles. En wauw, hij is echt heel erg mooi, heel erg gaaf. Het is precies wat ik zoek. Hij is rood, ook precies wat ik wilde. En hij heeft Bluetooth. Ook wat ik wilde, want dan kan ik namelijk keihard asociaal muziek luisteren in de auto. Ja, dat is een prioriteit. Ik blend het even uit met de lavendelkleur van het begin. Dus ja, ik ben helemaal happy. Wenkbrauw highlight in zacht shimmer nude. Donderdag ga ik hem ophalen trouwens, want weet je wel. Ik heb voor het comfortpakket gekozen qua aflevering. Dus weet je wel, gewoon, daar heb je erop wat voordelen mee. Oh, wacht. 10 seconden, mijn accu. Oké, accu gewisseld. Punt is, het comfortpakket gekozen. Dat kost dan ook wel weer een paar honderd extra. Maar dan heb je dus wel gewoon dat de auto helemaal goed gecheckt wordt. Eventuele onderdelen die vervangen moeten worden, worden vervangen. Dat je nog garantie hebt, weet je, bijvoorbeeld bij de APK-keuring voor 12 maanden of zo. Weet je wel, je hebt nog garantie op dingen. En je krijgt er gelijk een setje bij van gevaren, driehoek, hesje en dat soort dingen mocht het nodig zijn. Wel zo handig, dus daar heb ik voor gekozen. Maar ja, dat moeten ze dan natuurlijk wel eventjes eerst doen. Je krijgt hem niet gelijk mee natuurlijk. Dus vandaar, ik werk deze week ook, komende week moet ik zeggen. Voor het eerst 's avonds, waarom heb ik een random shimmer daar? Ik weet niet waarom ik een random shimmer daar heb en nu irriteert hij me. Dus ja, ik ga hem donderdagochtend ophalen, want daar heb ik dan gelukkig tijd voor. Dit is een hardnekkige shimmer ook nog. Het is een goudkleurige. Hoe kom ik aan een goudkleurige shimmer? Goed, oké. De mysterieën des levens terzijde. We gaan hem gewoon negeren en uitblenden. Ja, dus. Donderdag. Donderdagochtend, voor werk, ga ik mijn nieuwe auto halen. Mijn eerste eigen auto. Wauw. Een mijlpaal. En dan gelijk mee naar werk. De kleur Lucid uit het palet. Een soort van wit, neon, groenachtig iets. Ik weet niet hoe ik deze moet omschrijven. Die komt in ieder geval in de binnenste ooghoek. Maar goed, dat is dus in ieder geval mijn exciting nieuws van de week. Ik had ook echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar dat was met mijn baan ook. Dat had ik ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik weet niet. Lucky? Ik ben er in ieder geval erg dankbaar voor dat het zo gaat. Maar goed, dus dat is in ieder geval leuk nieuws. En in mijn vlog zal je ook zeker footage van de auto zien. Want ondanks dat het plan is om de private lease, aangezien ik er ook nog gewoon mee betaal natuurlijk. Nog wel bijvoorbeeld naar shootlocaties als make-up artist te rijden. Heb ik zoiets van, ga ik volgende zondag dan wel die nieuwe auto, mijn eigen auto, meenemen. Zodat ik hem ergens langs de weg even kan parkeren. Om zonder dat de kentekens van al mijn buren ook zichtbaar zijn. De auto eventjes mooi te filmen, want dan hoef ik alleen mijn eigen kenteken weg te werken. En niet dat van de hele straat, privacy en zo. Om jullie in een vlog de auto te laten zien. En we gaan ook maar eventjes voor een eyelinertje vandaag. Eyeliner. Scheef. Ja, dat is normaal. Ik ga in ieder geval nu maar eventjes mijn concealer doen. Wordt deze keer een tamelijk lichte, want deze BB cream is tamelijk licht. En ik wil wat meer lichtheid onder mijn ogen. En ik heb nu het woordje licht zo vaak gezegd dat ik mezelf bijna ga irriteren. Die breng ik in ieder geval aan. En let met het uitblenden erop dat je niet over het paars aanblendt wat je al hebt aangebracht. Ik weet het, iedereen zou waarschijnlijk zelf wel snappen dat niet te doen. Maar geloof me, ik heb het zelf meerdere malen gedaan, dus... Wees niet zo'n oen als ik. Ik heb onder mijn ogen alvast even wat afgepoederd. Maar nu ga ik even een jelly product gebruiken als highlight. Want die heeft een beetje paars groenige gloed. En dat past bij de ogen.
Dus voor hygiëne gebruiken we een beetje op een kwast. Je kan het ook met je vingertoppen doen, maar ik hou er gewoon echt niet van om dingen met mijn vingertoppen aan te raken. In terms of make-up. En dan breng ik hem aan. Verrassend. Mijn contour hou ik even redelijk licht met een... Wanneer je moeite hebt, kwast goed vast te pakken. Met dit contour in bronze in poeder van Catrice. Dit was een limited edition, maar weet je wel, gewoon. Any bronzer will do. En die breng ik even aan. Ik weet niet waar ik met die zin naartoe ging, weet je wel. Dan wil je iets zeggen wat eloquent en like, weet je wel, interessant en echt een volzin is. Maar je komt niet verder dan het meest obvious iets van ik ga nu contouren met een contourproduct. En dan even een antieke blush die goed matcht met mijn achtergrond. Trouwens, wat vinden jullie van mijn achtergrond? Hij is nieuw. Ik had hem besteld op eBay. Ik was straal vergeten dat ik hem besteld had. Dus vervolgens kwam die binnen en ik had echt zoiets van... Had ik dit besteld? Maakte het zakje open, kijk ernaar. Oh ja! Dit had ik besteld. Wauw. Ik zou heel makkelijk te blazeren zijn via eBay met dat soort dingen. Want het was ook gewoon echt super goedkoop. Ik was echt straal vergeten dat ik het had besteld. Dus ik had het ook serieus gewoon nooit gemerkt dat hij nooit was aangekomen. Maar ik ben blij dat hij er is, want hij is mooi voor lente looks. Shoppaholic en zo. Dan eventjes snel mijn wenkbrauwen bijwerken. Wat met de magie van video editen zo gedaan is. Ik heb ze redelijk natuurlijk gehouden, maar wel wat meer wild, want ik weet niet, had ik zin in. Nou maar eventjes terug naar de ogen. Eerst maar eventjes de waterline, dat wordt gewoon een nude kleurtje. En dan valse wimpertjes. Ik laat hem even drogen. Voor de Stunner van XO Beauty. Die zijn redelijk klein en subtiel. En ik heb het idee dat ze hier gewoon perfect bij passen. Want de look is voor mij dan ook behoorlijk subtiel. En zodra die wimpertjes dan droog zijn, eventjes wat mascara. Ik ga voor de Alice Faust mascara, want die is lekker subtiel. En lijmt mijn eigen wimpers aan de falsies vast zonder de hele boel één klonterige zooi te maken. Altijd fijn. Even afsluiten met wat lipstick en dan zijn we helemaal klaar. En dat brengt ons naar het einde van deze tutorial. Ik heb trouwens ook nog eventjes setting spray aangebracht, want die had ik namelijk straal vergeten. Maar goed, dit is hem dus geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Het was natuurlijk meer kletsen dan echt een tutorial. Dit is geen moeilijke look. Dit is gewoon vooral aanbrengen, blenden en klaar. Maar het is wel het soort look wat ik vaak draag. Eerlijk is eerlijk, ik hou van paars. Paars. Ik heb zelfs een paars shirt ervoor aangetrokken, wat compleet doelloos is, want jullie hebben dat shirt de hele tijd niet kunnen zien. Maar goed, in ieder geval, ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. Nogmaals, als je niks wil missen van mijn filmpjes, kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!